Drie jaar geleden is het Stadsdeel Oost begonnen met een pilot voor een buurtbegroting in de Indische buurt. Deze pilot houdt in dat bewoners uit de buurt inzicht krijgen in de begroting en dat ze zich hier ook over kunnen uitspreken. Zowel op beleidsniveau als op financieel niveau. Om het project mogelijk te maken wordt er beroep gedaan op vrijwilligers uit de buurt. Twee van deze vrijwilligers zijn Herbert en Virus. Zij zijn de initiatiefnemers van de buurtbegroting in Amsterdam-Oost. Toen zijn wij begonnen om te kijken of we dan met een kleine groep bewoners een cursus kunnen doen van hoe je dan met de overheid aan tafel zou kunnen zitten om dan over de prioriteiten van de wijk, de needs van de wijk, de budgetten en eventuele herbesteding daarvan met elkaar te gaan praten. Er is een verschil tussen de taal wat de overheid gebruikt en de taal van de burger. Wat wij nou hiermee beogen te doen met het, zeg maar, de buurtbegroting, is die twee talen bij elkaar brengen en dan proberen een nieuwe taal te creëren waarvan de anekdotes van de mensen en hun dagelijkse verhalen een weerslag kunnen krijgen in dat procestaal van de overheid en de concrete instrumenten. Vanuit het Stadsdeel Oost is Ilan Stoelinga een van de initiatiefnemers. Hij draagt bij aan het project door middel van een online applicatie waar de begroting overzichtelijk is gemaakt per wijk. Dit is de online buurtbegroting applicatie. Het idee van de buurtbegroting is dat je dat als gemeente in gesprek gaat met je bewoners en dat zij ook punten kunnen toevoegen daar waar zij het over willen hebben. Daarmee is de buurtbegroting ook een portal, een poort naar een toegang naar informatie van de gemeente. Kan je dus vanuit jouw buurt, kan je als het ware op zoek gaan naar wat de gemeente precies voor jou doet. En hoe je daarin zou willen meedoen. De bewoners hebben dus online inzicht in de begroting van de wijk. En ze kunnen aangeven wat zij eventueel nog missen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om via trainingen actief te participeren. Wij hebben dus nu een aantal trainingen gedaan. En nu zitten wij dan in het zogenaamde co-creatie traject met de overheid. Dus per thema hebben wij dus een ambtenaar en een bewoner die dan een groep samenstellen. De bewoners en experts in de wijk om over die thema verder te praten en actiepunten te definiëren. Maar hoe ervaren de bewoners het project van de buurtbegroting eigenlijk? Ik vind het heel interessant. Wat is nou eigenlijk de problematiek? Wat zijn de budgetten die daar naartoe gaan? En werkt het ook? De bewoners gaan dus samen kijken naar de begroting en gaan in overleg wat er anders zou kunnen. Hierbij kan er sprake zijn van een meningsverschil. Hoe worden besluiten dan genomen? Dus, natuurlijk altijd in de samenspraak. Je moet natuurlijk ook horen wat anderen willen. En dan samen tot een goede, interessante, vruchtbare oplossing komen. Nee, maar dat is die conflict en oneenigheid en botsen. Dat is de kracht. Dat is dat juist als je nou dat op een gegeven moment goed mee om kunt gaan, dan leidt tot beweging. Kijk, de budgetmonitoring kan ook een soort voyeurisme zijn voor de passieve burger om de vliegen te vangen van de politiek. En schandalisme. En dat willen we dus niet. Wat we willen is sowieso dat als mensen op een gegeven moment wel aan transparantie van de overheid werken en ook van de eisen hebben, dat ze daarin een actieve rol daarin spelen. Want waarom zou je als burger actief deelnemen? Als buurtbewoner zie je wat er in de straat gebeurt. En dan kan je zien van dit is voor ons belangrijk, het park is belangrijk. Of onderhoud van de tuintjes, maar ook van hoe zit de werkgelegenheid hier. Dus je hebt een veel breder beeld dan de politiek, want die heeft veel meerdere buurten. Die integrale kijk en die taal, die is precies wat je als burger wel hebt. En die je dus probeert door te vertalen naar de politiek. Belangrijk bij het vertalen van de boodschap naar de politiek is dat de actieve burgers representatief zijn voor de gehele buurt. Is dit ook het geval en heeft iedereen ook gelijke inspraak? Iedereen kan evenveel zeggen en daar kan iedereen ook gewoon gebruik van maken. En dan is het gewoon, het proces wordt gewoon goed gecoördineerd, dat er een duidelijke balans is. En dat je ook voorkomt dat mensen hun eigen meningen door willen drukken ten opzichte van anderen. Bij een populair project als dit kan de toegankelijkheid voor alle bewoners ook juist een negatief effect hebben op de buurt. Op een gegeven moment heb je dus 30, 40, 50, 60, 100 mensen die dan rondom dit verhaal met elkaar heel veel doen. En dan wordt het eigenlijk een beetje onbeheersbaar ook voor de vrijwilligers en zo. En dat je dan zegt, oké, nou die 100 blijven zo en de rest laten we liggen.
En dan werk je toe aan een vorm van de elitevorming in de wijk, die dan het voor de anderen te zeggen hebben. En dan omdat ze nog zo'n goede relatie met de overheid hebben, dan wordt dat wijk ingekapseld door zeg maar, de wijkburgemeestertjes, waaronder wij. Nou, dat vergt een soort bewustwording van onze kant. Dat wij dus op een gegeven moment nooit het idee krijgen dat wij dan echt voor de hele wijk praten. En het moet niet op te geven om er steeds meer proberen om zoveel mogelijk mensen te interesseren. Over de daadwerkelijke inspraak van de bewoners en wat de gemeente daarmee doet, zijn de meningen verdeeld. Ja, de afgelopen keren zijn gewoon ook, is het ook echt letterlijk overgenomen wat de Indische buurt had. En Amsterdam die neemt het ook over en die kijkt ook van hoe kunnen we beter. Net zoals het ministerie, die is ook geïnteresseerd. Die resultaat van onze bijeenkomsten, dat wil ik toch in 2016, 2017 nog zien. Dus de realisatie daarvan. Is het een specifiek probleem van Amsterdam dat je een reorganisatie hebt bestuurlijk tussen stadsdeel en centrale stad? Waardoor we op dit moment met allerlei budgetmonitoring niet zo ontzettend veel verder kunnen komen, omdat het niet helder is van wie gaat erover en waar ligt het. Gemeente Amsterdam is bezig om voor de hele stad buurtbegrotingen te maken. Maar werkt dit wel voor elke buurt? Ja, de participatie zal per stadsdeel verschillen omdat elke buurt verschillend is. Dan is de buurtbegroting wel één methode die op één manier data laat zien. En dan kan je vervolgens als gemeente gaan variëren en het maatwerk mogelijk maken en participatie bieden. Onze les ook voor andere stadsdelen is van het werkt eigenlijk alleen wanneer je al actieve burgers hebt. Ja. Dus mensen die dus echt al zich georganiseerd hebben. De bewoners uit de Indische buurt zijn tevreden over de buurtbegroting en de ontwikkeling die gaande is. Ze willen gehoord worden door de gemeente en blijven zich hiervoor inzetten. Er is beweging richting het bestuur toe, maar er is ook beweging richting bewoners. En ik denk dat dat juist zo interessant is aan het democratisch proces wat nu gaande is, dat het is niet meer top-down. Wij moeten wel gewoon zorgen dat we steeds meer gewoon proberen onze belangen en belangen van de buurt gewoon duidelijk maken aan de gemeente. Het is nu een wisselwerking tussen de mensen die in de buurt actief zijn en zien en kijken en tussen wat beleid is uitgezet door een overheid.